Ik ben Casper Bosmans, ben 28 jaar en ik ben hier om deel te nemen aan de tentoonstelling van de Pinchhoek Art Center Future Generation Art Prize van deze editie van de Biennale van Venetië. Om de twee jaar wordt hier in Venetië worden hier tentoonstellingen georganiseerd met nationale paviljoens, een algemene tentoonstelling en collateral events, dus eigenlijk satellietevenementen waarvan de Pinchhoekprijs een onderdeel is. Het is niet de eerste keer dat ik in Venetië ben. Ik kom al ben al een aantal edities komen kijken. Ik volg het eigenlijk al jaren. Het is toch altijd een soort van hoogmis van de kunst. My name is Tatiana. I'm working for the Pinchhoek Art Center. And here I'm co-curating the exhibition of the Future Generation Art Prize. And the application is very democratic, so there are no limitations, like you have to be an artist under 35 and you can apply for the prize from all over the world. Ik heb zelf besloten om deel te nemen, omdat ik daar zin in had en ben niet voorgedragen geweest deze keer en daarom ben ik ook zeker dat op basis van mijn praktijk is geweest dat ik ben geselecteerd. Of de presentatie die ik hier heb gemaakt is eigenlijk een werk dat gebaseerd is op de Star Chamber en de Amber Room. Dat zijn twee kamers die genoemd zijn naar een decoratief patroon die eigenlijk erg politiek beladen zijn. Je ziet een aantal vormen die gevuld zijn met zand, waarop met pigment patronen zijn aangebracht. Ik heb nu eigenlijk elementen van die twee ruimtes afgebeeld op zandtapijten. Dat is een folkloristische traditie uit uit de Kempen onder andere, maar uit heel Noord-Europa. Daar werd wit zand gebruikt om de vloer te schrobben. En daar begonnen de huisvrouwen eigenlijk decoratieve patronen te maken op de vloer. En dat is dan uitgemond in een volkskunsttraditie die nog altijd bestaat. En al die elementen worden ook samengebracht of herhaald in een reeks legendeschilderijen. Ik gebruik liever schilderijen om de tentoonstelling te kunnen uitleggen, om te kunnen rondleiden, om te kunnen gidsen, dan teksten. Omdat die altijd veel toegankelijker zijn, los zijn, interpretatief. Je kunt daarin uitweiden in details en dat vind ik heel belangrijk. Ik had een beetje angst voor de competitiedrang die er zou kunnen zijn, dat er een competitieve geest zou kunnen zijn. Maar ik merk echt dat er grote collegialiteit was tussen de kunstenaars onderling. Dat iedereen vrij snel eigenlijk begon te praten en te lullen en te communiceren. Er is echt een goede sfeer ontstaan. En ik heb veel geleerd op korte tijd door met iedereen te spreken. Ik denk echt dat ik hier een paar vrienden voor het leven heb gemaakt.